Ik voelde me een mislukkeling. Ik voelde me slecht. Ik voelde me verlaten, onbegrepen. Maar bovenal heel verdrietig dat je op moet geven. Het meeste pijn heb ik gehad door het roddelcircuit en het onbegrip. Niet veel mensen maken hun eigen verhaal. En ik vind dat verdediging niet nodig is op het moment dat je heel veel schulden hebt. Je hebt al een probleem. Niet elke schuld is een eigen schuld. Soms overkomt je iets en soms heb je oogkleppen op die je te laat afzet. Ja, dat heeft mij heel veel verdriet gedaan, waardoor ik me eigenlijk ook afsloot van de buitenwereld en niet naar buiten ging. Dus je vereenzaamt. Als er toen door de artsen of door de verpleegkundigen of door de psychiaters of wat dan ook was gezegd van Mirjam, er is iets. Het was fijn geweest als die mensen hadden ingegrepen. In het begin vond ik het moeilijk op het moment dat ik van de rechter hoorde dat ik het traject in mocht. Dat was voor mij al het moment dat ik zei van, ja, ik heb een verloskundige gehad. Die heeft me verlost van zoveel schulden en zoveel zorgen. En mijn bewindvoerder, dat was gewoon zalig om met hem samen te werken. Toen begon voor mij al de vrijheid. Als je praat over mooie momenten, is als een schuldregeling tot stand komt, maar ook dat die na 3 jaar gewoon helemaal afgesloten wordt met een schone lei. En dat was bij Mirjam zeker het geval. Maar het allerbelangrijkste vinden wij toch wel de rust te creëren die de mensen nodig hebben. Want ja, er is vaak heel veel angst, paniek, vervelende incassobureaus, deurwaarders. Die komen niet meer bij de cliënt, die komen bij ons. Het beste is om een professioneel iemand daarna te laten kijken. Het kan een gemeente zijn met budgetbeheer bijvoorbeeld. En zo'n gemeente kan weer doorverwijzen als ze denken van dat er een bewindvoerder nodig is. Het prettige aan de gemeente Wijchen is dat ze open zijn, transparant zijn, goed communiceren, prettig in de omgang gewoon en ook weten waar ze het over hebben. Wat mij raakt in mijn werk is dat mensen aan het einde van zo'n eerste gesprek zeggen van, ik vond het zo moeilijk om hier te komen zitten, maar wat ben ik blij dat ik het gedaan heb. Mooi om te zien dat mensen vaak veel lichter de deur uitstappen dan dat ze binnenkwamen. Het gaat bij mij in de spreekkamer echt niet 100% van de tijd over de financiën. Het gaat ook juist heel veel over hoe zit je in je vel. Ik merk dat ik dat wel heel erg prettig vind om die ruimte en die tijd te kunnen nemen voor een klant. Ik zou het heel fijn vinden als mensen komen voordat ze een heel eind zijn afgegleden. Want hoe eerder je komt, hoe makkelijker het vaak op te lossen is. Ik denk dat het gros helemaal niet eigen schuld dikke bult is. Ik denk dat een hele hoop mensen gewoon pech hebben gehad. De klant is best gemotiveerd, maar doordat hij al zo lang in de schulden en in de stress zit, is het niet meer altijd mogelijk om de juiste keuzes te maken. Factor stress speelt een hele grote rol in hun klachten. Stress is een heel groot gevaar, dus continu dreigt er een grote wolk boven hen die ervoor zorgt dat prikkels die binnenkomen 10 keer harder binnenkomen als mensen zonder stress. Wat mij raakt in mensen zoals Mirjam is dat ze echt in een padstelling staan. Zoiets overkomt je. Juist omdat die mensen in een padstelling zitten, is het vaak de omgeving die het eerste ziet en soms ook een eerste stap kan zetten. Ik probeer het zoveel mogelijk nou tegenwoordig ook bespreekbaar te maken. Gewoon al eerste consult. We hebben bijvoorbeeld een vragenlijst die we ook gebruiken over hoe het algemeen in het leven gaat. En daar is geld een van de factoren die daar ook naar voren komt. Dus ik zie onder andere mijn beroepsgroep als fysiotherapeut, maar ook bijvoorbeeld huisartsen wel aan als mensen die dit vroegtijdig kunnen herkennen. En dus ook vroegtijdig kunnen doorverwijzen naar mensen die hun daar verder in kunnen helpen. Zelf denk ik dat mijn rol als fysiotherapeut heel goed kan gebruiken in de signalering. Maar we hebben de gemeente echt nodig als je het hebt over het aanpakken van dit probleem. Het allerblijste moment was dat mevrouw de Jager, die belde 1 keer in het jaar naar me op om te vertellen hoe de stand van zaken was. En op de dag dat ze belde van Mirjam, ik ga alles in orde maken en je schone lei komt eraan. Ja, je wil niet anders. Daar heb ik taart op gegeten, daar heb ik een fles wijn op gedronken en gevierd met mijn kinderen. De schone lei was zoiets waar ik zo lang naar uit had gekeken. En ja, dat maakte mij zielsgelukkig. Op het moment dat je gewoon gek wordt
van alle rekeningen en je denkt ik maak ze gewoon niet meer open, ben je eigenlijk net een stap te laat. Zorg dat je die stap voorblijft. En ik hoop als jullie dit zien, dat jullie beseffen dat het never nooit te laat is om aan die bel te trekken. Want ik zat met een hele hoge schuld. Ik ben vrij.